Hebben we een creditcard van onze moeder? Ja, dat is van 3 uur tot 8 uur zo'n ook. We zijn weer nuchter. We beginnen met een bak koffie. En we eindigen met hier. Kapitein. Ja, ik ben Erik, net een filmen nu. Zeg het eens. Ja, nee, vertel het zelf eens. Wat ben je nou aan het doen, Hoogheid? Nou, wij zijn hier. Sorry. Het is vandaag hier. Ook, oké, gelukkig. Maar we zijn, voor dit schip zijn we hier. Dit schip van de stichting Schippen mag ik ook eens varen. En dat is een stichting die reizen verzorgt voor minder valide mensen onder ons. Niet alleen binnen de stad uiteraard, maar door heel Nederland. Daar gaan we veel geld voor inzamelen op een ludieke manier. Onder het mom van één brug te ver. Mooi man. Ja. Dus wat we gaan doen is daar geld inzamelen. Wacht even. Hier. Waar daar. De mensen ook maar daar. Zijn. Daar. En dan gaan we ze begeleiden één brug verder over de brug heen. En dan vervolgens om daar weer uit te komen. En dan donderen ze over de brug. Precies. En dan kunnen ze zelf terug. Dankjewel. Hij de brug te nee. Ik vind hem gaaf, want die komt daar. Die ja. Help die dames nog mee. Ja, en deze op parcours. Wat zijn de knoppen? Fire in my hole! Lach me natuurlijk. Behoorlijk wat hij daar nu gegooid. Ja, hè? Jammer, hè? Dat is het meer overmogen, hè? Leuk, hè? Ik kan me even voorstellen, ook. Ja. Ik ben Jampo Bakker. Oké, die ik heb hem al in gang gezet. Ja, vertel. Ja, wel hier inderdaad gewoon verzamelen en mensen aanspreken en dan ja, super. Heel goed. Wauw. Bij elkaar in. Heel veel succes, fantastische actie. Ja. In verbinding met de stad. Ja. Hartstikke goed. Ja. Wel. Dankjewel. En succes. Ja. Dankjewel. Ja, mag ik je spel? We hebben €66 gedoneerd aan het goede doel. Die hebben wij reeds binnen. Maar de vraag is, want ze hebben dus betaald voor een begeleiding over het parcours. Of jullie D66 over de stroopbalen willen leiden naar het spandoek van een brug te ver. Willen jullie dat doen? Ja! Ja. Deze kant op. Ja, toen ik hem omhoog heet. Sorry, Sibre. Maar is nou het spandoek wel zichtbaar? Jullie wel niet zwaar. Ja, natuurlijk, Sibre ziet er weer voor. Sibre ziet er weer voor. Als je erbij gaat staan. Jongen. Niet te ver uit, hè? Op de deur. Oh, dat is koos. Dit is een
haren. Ik kijk nu alleen daar, want daar is ook een grote camera. Dan nog meer paparazzi's. Nou, dit is 66. Die hadden hem. Ah, Theo. Mooi, hè? Ja, zeker. Het was weer een ritje. Had je de kachel al? Nee, het is koud. Ja.